December is een afschuwelijke maand. Al die feestdagen waar maar geen eind aan lijkt te komen. Het is een straf die ons van hoger hand is opgelegd. En daarom begint het ook met Sinterklaas. Want ze denken de eerste klap is een daalder waard. Want Sinterklaas dat is wel het ergste feest van allemaal. Daarom krijg je ook cadeautjes met Sinterklaas. Dat is om het leed een beetje te verzachten. Maar goed, tot zover mijn stichtelijke overpijnzing. Bij het onzalige kinderfeest Sinterklaas. Het recept zal ik kort houden, want jullie zijn natuurlijk een instorting nabij vanwege al die surprises en gedichten die er gemaakt moeten worden. Dus hier volgt een recept dat die weeën smaak van Sinterklaas een beetje kan verdrijven. en dat toch in de vette wel iets met Sinterklaas te maken heeft. Let op: je gaat naar de groentewinkel en je haalt 2,5 kilo Spaanse peper. Daarna. In de sekswinkel een beetje Spaanse vlieg. De Spaanse vlieg en de Spaanse peper goed door elkaar husselen. Men eet deze Spaanse stampot rauw. Nou, let op: de vlammen slaan je uit. Je wordt zo heet als een klinknagel. Je vergrijpt je aan je tante en aan je oom. Je springt bovenop de goudvis die spontaan in zijn kom kuit begint te schieten. Sinterklaas rolt half naakt achtervolgd door een paar kerende pieterbazen over het parket. En je ziet het. Sinterklaas hoeft helemaal niet dat weeën, tuttige feest te zijn waar maar geen eind aan lijkt te komen. Integendeel. Het wordt een orgie zonder taai taai. Volgende week een recept om de kerstdagen een beetje op te vrolijken met rattengif. De ballen.